Ja, we staan in de catacomben met Paul Gladon, die vanavond een hoofdrol speelt. Twee goals maakt. Ook betrokken is op een rare manier bij de derde goal van Roda. Paul, we zeggen het tegen elkaar. Je kunt überhaupt weinig uitbrengen. Wat een bizarre avond er zitten in alle opzichten. Ja, zeker weten. Zeg dat wel. Ik denk dat we, in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Roda zondag, dat we heel goed voor de dag komen. En eigenlijk ging alles goed. En dan krijg je in de 90ste minuut nog tegen, wat natuurlijk een mentale tik is. En dan ook nog een rode kaart. En dan hoop je misschien gewoon penalties eruit te slepen. En toen op het laatst die bal natuurlijk van mij. Want je speelt de bal van ver terug naar je keeper, maar je raakt hem te hard, denk ik, hè? Ja, klopt. Ik was aan het zoeken naar iemand bij wie ik hem kwijt kon. Maar iedereen was geloof ik voor de bal zowat en kon hem niet kwijt. Dus ik wou hem terug op Roy spelen. Ik weet niet wat er toen gebeurde. Ik raak hem helemaal verkeerd en hij gaat omhoog. Wordt een corner. Ik geloof in eerste instantie gaat hij er nog niet in. En toen de tweede. Ja, Ramos van dichtbij in tweede instantie. Ja, klopt. Ja, ongelooflijk. Ja, hoe sta je hier dan? Ja, ongetwijfeld met een rotgevoel. Maar je bent fantastisch vanavond. Maakt een geweldige tweede goal. Maar je hebt dat goede gevoel vanzelf weg als je ook zo'n fout maakt vanavond? Ja, eigenlijk wel natuurlijk. Als je natuurlijk tot de 90ste minuut eruit sleept, dan win je 2. En dan is het in principe een fantastische avond. En nu, omdat je betrokken bent bij die derde goal, is het eigenlijk gewoon een klootavond. Ja, dan wordt het ook nog 4-2 met Hugge. Ja, dan weet je ook met 10 man en nog even met 9 na een blessure dat het echt gedaan is, hè? Ja, in principe wel natuurlijk. Natuurlijk is een mentale tik die 3-2. Ja, en dan maken ze ook nog die 4-2. Daarvoor begon het denk ik al. Als je gewoon die penalties eruit sleept, dan weet je nooit wie er wint. Daar hadden we eigenlijk voor moeten gaan en helaas is dat niet gebeurd. Het begon zo mooi, hè? Je krijgt een strafschop. Weet jij je shirt getrokken? Ja, zeker. Volgens mij was het crescendo. Ik wou naar de eerste paal komen en hij blokkeert me of hij trekt me, ik weet niet precies. Ik vond het een strafschop en de scheids legde hem neer ook. Dus volgens mij terecht een strafschop. Het hoogtepunt van deze avond, Paul, is jouw kopbal, hè? Jouw 1-2 aan het begin van de tweede helft. Heel, heel knap technisch uitgevoerd. Ja, ik moet hem nog even terugzien. Alleen wat je net ook al zegt, het laatste gevoel blijft toch hangen. En het is natuurlijk lekker dat je 2 goals maakt. Alleen je staat met lege handen. Ik had graag doorgegaan. Dan had het allemaal mooi geweest. Toen nog een kritische noot. Snap jij dat jij en je ploeggenoten zoveel ruimte weggeven soms? Ook de gelijkmaker van Roda Hugge met de gelijkmaker in blessuretijd van de reguliere speeltijd? Ja, zeker. We hebben het er wel altijd als groep over dat we compact moeten staan en kort op je man. Alleen volgens mij stond hij in een meter of 15 helemaal vrij en kon hij alles doen. Hij schiet hem ook goed binnen hoor, daar niet van. Maar ja, als we daar gewoon kort zitten, dan trek je misschien al na 90 minuten over de streep. Helaas gebeurt dat niet. Ten slotte, jullie slapen hier vannacht geloof ik, hè? Klopt, ja. Lijkt me handig met het oog op zondag Sparta-NEC. Weer een topwedstrijd. Ja, precies. Trainen wel goed de rust pakken. Anders, voor je thuis bent, dan is het ook nachtwerk. En zondag staat alweer een topper voor de boeg. Dus in dat opzicht is het natuurlijk wel goed dat we hier blijven overnachten. Het klote gevoel blijft nu wel hangen.